Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. En we praten in deze aflevering over het jaarthema van de gemeente Tiel. En Frank Groen, dat is? Wonderschoon wonen. Wonderschoon wonen. Dat is op zich een hele mooie titel, maar wat houdt dat precies in? Wat gaan jullie doen? Nou, het is een hele brede titel, dus je kunt er eigenlijk heel veel aan ophangen. We hebben geprobeerd daarin natuurlijk samen met collega's Ans Dukesnooy en Tom van Oostrom de boel dit jaar eens een keer anders aan te pakken. Drie thema's. Schoon, wonen en veiligheid. Dat is eigenlijk heel kordaat. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen groepje. Dat verschilt met de vorige jaarthema's. Voordeel is dat je wat kortere lijntjes hebt. Mensen beter met hun punten aan de slag kunnen. En ik ben voorzitter van het groepje Veiligheid. Ja. Dat jaarthema van de gemeente Tiel wordt geïnitieerd en eigenlijk georganiseerd door de gemeenteraad, hè? Door de raad zelf. Ja, het is ook de bedoeling dat de raadsleden zeg maar deelnemen, of de commissieleden in ieder geval van de partijen. Zoveel mogelijk breed deelnemen in dat jaarthema. En dat je dus buiten je werk als raadslid, hè, en in de commissies, het geëikte werk, dat je je ook inzet voor je woonomgeving. Ja. Dus het is een tool bedoeld om dichter bij de burger te komen, bij de mensen te komen. Ja, en andersom ook. Hey, veiligheid, dat is jouw ding als het gaat om dat jaarthema. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, wij hebben drie speerpunten binnen het programma Veiligheid. Het eerste is de buurtpreventieprojecten. Er zijn er al meer dan 25 hier in Tiel en dat loopt ontzettend goed. We willen kijken waar er in Tiel zeg maar, nog wat minder buurtpreventieprojecten zijn. We willen kijken of we de buurt zover kunnen krijgen dat ook zij geïnteresseerd raken in dat project. Om zelf ook een buurtpreventieproject op te zetten. We doen dat samen met de dame die dat al coördineert binnen de gemeente Tiel, Kim Wiersma. Die is daar nou bij betrokken. Die geldt eigenlijk binnen ons clubje als spreekbuis namens die buurtpreventieprojecten. Dat is ook bedoeld om de criminaliteit terug te dringen. Ja, die cijfers zien er op zich beter uit dan een aantal jaren geleden. Ja, nou, je hebt het er nu over criminaliteit. Het kan ook zijn dat er brand voorkomen. Hè? Ik noem maar even iets. We hebben de laatste tijd natuurlijk wat problemen gehad in Tiel met de autobranden. Nou, daar geldt dus ook bijvoorbeeld zo'n buurtpreventieproject voor. Ja. Wat nog meer? Tweede punt is de veiligheid rondom scholen. De wethouder Marcel Melissen is daar natuurlijk zelf ook druk mee bezig. Dus we wilden eigenlijk daarop inhaken. Moet ik dan voorstellen dat het clubje van de veiligheid, als jij daarbij zit, je dan actief ook mee met lagere en middelbare scholen aan de slag gaat? Ja. Als het gaat om veiligheid? Ja, we willen de basisscholen en de middelbare scholen gaan benaderen. Dat willen we een beetje integraal aanpakken. Hè. Niet dat we elke keer daar op de stoep staan om wat te komen vragen. We willen daar een plan voor maken. We willen kijken van nou, hoe kunnen we dat nou verbeteren. We hebben daar wel een idee over. Dat zou de preventiekits kunnen zijn. Dat zijn natuurlijk al tig projecten. Ja. En waarin gaan jullie je onderscheiden? Nou, in ieder geval niet door te beginnen met van die vlaggetjes neerzetten. Die om na een week al gestolen zijn of ondersteboven liggen. We willen dus mensen echt aanspreken op het gedrag in en althans rondom scholen. En dat kan de eerste keer bijvoorbeeld door middel van bewustwording. En de tweede week zou er bijvoorbeeld kunnen zijn door daar handhavend in op te treden. Mensen die auto's op de stoepen zetten waar het niet hoort. Dat soort zaken, daar moet je dan aan denken. Te hard rijden. Nog meer zaken? Ja, derde is de Week van de Veiligheid. In Tiel hebben we dat al. Die wordt elke jaar in oktober wordt dat georganiseerd. Dat is eigenlijk een landelijk project waar Tiel ook aan meedoet. Daarom wordt er vooral heel veel informatie gegeven aan de burgers. Hoe je dingen kunt voorkomen, hoe je om moet gaan met gas. Dat soort zaken. Waar de gevaren liggen natuurlijk. Het onderhoud van ketels zit ik dan bijvoorbeeld aan te denken. Dat soort zaken. Maar ook natuurlijk hoe hou ik de mensen die niet in mijn huis horen buiten de deur. Wij willen dat eigenlijk, in dit geval doen we dat ook samen met Kim Wiersma, die dat mede coördineert, willen we de boel gaan upgraden. Kijken hoe kunnen we dat nog beter doen. Misschien moeten we het frequenter doen. Misschien moeten we het wat meer uitspreiden over Tiel. En niet gecentraliseerd in één gebouw, bij wijze van spreken. Is het ook bedoeld om zeg maar, nog meer feeling te krijgen met mensen in Tiel, als zijnde de raad? Ja, zeker. Ja, zodat je eerder kunt signaleren als er problemen zijn? Ja, dat je dat beter kunt signaleren. Maar ik wil daar wel bij vermelden dat het niet gaat om politieke standpunten van individuele partijen. Iedereen doet mee in het jaarthema om echt wat voor Tiel te gaan doen. En dat heeft niks met partijpolitiek te maken. En jij bent zelf van de PVDB. Ja. Vorig jaar had je zoiets van, nou, moet ik wel meedoen aan dat jaarthema? Ja. Nu met volle overgave erin. Waardoor komt dat verschil? Nou, dat zal ik je precies vertellen. We hebben met z'n drie afgesproken dat als we dit gaan doen, dat we ook gaan voor een succes. En dat we ook concrete zaken willen hebben, zeg maar, die aan het eind van het jaar te benoemen zijn. Maar die niet alleen zeg maar, dit jaar duren, maar die je een vervolg kunt geven.
En die afspraak hebben we met z'n drieën gemaakt. En als je met daar, z'n drieën, dat is dat is Ans Dukesnooi. Nou ja, je haalt nu de partijnaam aan. Het gaat echt om de mensen. Dat is dan Ans Dukesnooi en Tom van Oostrom. En we hebben gezegd, nou, als we dat doen, dan moeten we dat serieus aanpakken. En zeg je dan eigenlijk dat de mensen die daar in voorgaande jaren mee bezig zijn geweest, dat die dat niet serieus genoeg deden? Nee, die hebben het heel serieus gedaan. Maar ik denk dat het ook een beetje ligt aan het onderwerp wat je kiest. En daarmee heb je natuurlijk gelijk een doelgroep. Het thema. Het thema aan zich, ja. Dus nee hoor, ik ga absoluut niet mensen tekort doen die zich ook ingespannen hebben. Het thema ouderen bijvoorbeeld, dat heeft altijd nog een vervolg. Zelfs in dit jaar. Ja. Dat is een thema van, ik denk, 2 of 3 jaar terug. Ja, zoiets. Maar kan zelfs wel langer zijn. Volgens mij wel 5 jaar terug, want ik heb het in ieder geval nog niet meegemaakt. Dus volgens mij is dat wel eerder terug. Dus dat moeten we. We willen vooral proberen om iets continuïteit te geven. En niet alleen voor dit jaar. En ik denk als je daar met z'n drieën. Natuurlijk, we zijn niet met z'n drieën. Hè. We worden natuurlijk vreselijk geholpen door de mensen die van de andere fracties er zijn. Dan kun je denk ik wel iets moois neerzetten. Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Hoe gaan jullie het een en ander naar buiten brengen? Mocht je iets gaan doen of iets gaan ondernemen, hoe wordt het zichtbaar? Nou, te beginnen vandaag officieel hier. Hè. Laten we dit maar beschouwen als een formele aftrap. We gaan dat terugkoppelen in de media natuurlijk, de kranten. We hebben een eigen Facebookpagina. Via de website van de gemeente Tiel is alles terug te vinden. En natuurlijk via de individuele partijen kunnen mensen, burgers die zich geroepen voelen, zichzelf altijd melden. En dan zullen ze waarschijnlijk bij ons jaarthema uitkomen. Nou, hartstikke goed initiatief en we wensen je veel succes. Dank je voor het gesprek. Dank je. In het kader van het jaarthema praten we nu met Tom van Oostrom. Net de introductie gehad van dat jaarthema door Frank Groen. Ja. Het ziet er mooi uit. Zeker, absoluut. We gaan goede dingen doen, ook rond het thema waar ik dan verantwoordelijk voor ben, dat is schoon. Is natuurlijk ook heel breed. Dat is breed, ja. Kijk, wat we wel vooral willen is, zeg maar, natuurlijk hebben we in Tiel dat de Avri moet gewoon netjes spullen opruimen. Dat is helder. Daar is natuurlijk links en rechts best wel wat commentaar op. Absoluut. En daar willen we zeker politiek gezien nog wel eens naar kijken. Maar waar het om gaat is dat we natuurlijk ook verantwoordelijk zijn voor onze eigen woonomgeving. En daarom vinden we ook heel belangrijk dat we ook wat bewustwording krijgen bij onze eigen inwoners. En gelukkig zijn er al heel veel initiatieven. Hè? Bijvoorbeeld Tiel Tip Top, het meest aansprekende denk ik, in de Bloemenbuurt. Daar is een initiatief van Bart van den Berg, die ook momenteel in onze subwerkgroep zit. Waarin eigenlijk hij gezorgd heeft dat die buurt er helemaal schoon uitziet. En doen ze met elkaar. Dat is leuk, is gezellig. Ze halen gewoon zwerfvuil zelf op. Ja. Zijn natuurlijk nog veel meer van die initiatieven. Zeker, en Passenbaai is ook een initiatief. Zijn er kaders gesteld aan, we willen dat bereikt hebben aan het eind van het jaar? Ja, volgens mij hebben we gezegd op dat vlak. Dat er nu geloof ik zo'n 5 initiatieven zo spelen in Tiel. En dat we dat zeker willen verdubbelen. En dat doen we door er heel veel aandacht aan te geven eigenlijk. Hè. Dus ook de media is daar een heel belangrijk verhaal in. We doen nog wat leuke ludieke dingen om mensen te stimuleren om ermee aan de slag te gaan. Maar vooral is het ook, het is ook vooral heel erg leuk om met elkaar in de buurt, mensen die je goed kent, om daarmee te zorgen dat die buurt er ook gewoon wat schoner uitziet. Dus eigenlijk prettig wonen is wonderschoon wonen. En hoe gaat het in zijn werk zo dadelijk? Ik bedoel, mooi gesproken, maar nu aan de slag. Ja, nou het hele eerste concreet is eigenlijk de opschoondag. Dat is op 25 maart. Dat is een dag waarin ook vanuit het landelijke heel veel aandacht gegeven wordt om de buurt schoon te houden. Dat is ook, er zijn allerlei acties zijn eromheen, ook in Tiel. Dat gaat ook gezamenlijk met Duurzaam Rivierenland. Die hebben daar ook een belangrijke rol in. En dan worden eigenlijk gewoon her en der natuurlijk heel verschillende plekken worden dan gewoon dingen schoongemaakt. En dat is de eerste start eigenlijk van ons jaarthema. Het leuke is dat de vrijdag daarvoor wordt er op de RSG een rotzooirun georganiseerd. Rotzooirun, ja, dat is heel leuk. Je hebt natuurlijk altijd van die snoeproutes, hè? Dus vanaf de RSG naar bijvoorbeeld de Albert Heijn. Daar heb je vaak troep, omdat dan lopen jongens en dan worden wel dingen neergelegd. En dan gaan we een soort hardlooptochtje doen en dan tijdens de tocht wordt dan alle spul opgeruimd. En, de bedoeling is om dat dan een paar keer per jaar te doen. Dus ook vanuit de jeugd op een leuke manier eventjes van jongens pas op, prima dat je wat snoept of wat dingen koopt, maar zorg wel dat het in de prullenbak belandt. Nog meer activiteiten die al gepland staan? Ja, we gaan nog veel meer dingen doen. We zijn aan het denken om een hele ludieke actie te doen met de scouting voor de stadsgrachten. Om dat op te pakken, we zijn met de ROC bezig, die willen ook een aantal dingen doen.
Ook met de snoeproutes wellicht. En die willen ook nog wat dingen van ons maken. We willen eigenlijk, wat heel leuk is vind ik zelf, met de sportverenigingen in een hele aardige actie doen. Waarin we met Flipje als symbool zeg maar, proberen met een soort van stoplichtenborden aan te geven van, nou ja, je hebt nu nog een rood bord als sportvereniging en samenwerken aan het feit dat je dan straks bijvoorbeeld naar een groene bord gaat. Dus een soort, dat bord moet dan ergens zichtbaar zijn op zijn sportvereniging. Om de sportvereniging te stimuleren om de eigen terrein, maar ook vooral eromheen goed schoon te houden. Dat is een idee wat we hebben. Ja, er zijn nog wel meer dingen die er zijn. En wat het mooie is natuurlijk, is vooral dat mensen zelf ook ideeën kunnen aandragen. Het is niet zo dat wij... Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, meneer Frank Groen heeft gezegd waar we te benaderen zijn. Nou, die media kun je gewoon gebruiken. Dat ja-thema, is dat nou bedoeld om de burger en de politiek op lokaal niveau dichter bij elkaar te brengen? Dat is zeker het geval. We proberen met het jaarthema eigenlijk, zonder dat we met politiek bezig zijn, dat heeft Frank denk ik net heel goed uitgelegd, met elkaar gewoon te zorgen dat ja, in dit geval het Tiel groener, schoner en veiliger wordt. En doen we allerlei dingen voor. En dat wordt niet door ons opgedragen of zo niet, absoluut niet. Het wordt gewoon proberen ja, elkaar enthousiast te maken om op die thema's ook met elkaar aan de slag te gaan. Ja, dat is ook mooi gezegd, hè? Want ja, je doet het met elkaar. Dat is het. En dat is zeker het thema wat wij hebben, schoon. Ja, iedereen zal snappen, als je zelf de troep van je afgooit en nooit bereid bent om iets op te ruimen, ja, dan kan de Afrit ook niet doen. Dus je hebt elkaar echt nodig om dan je Amstelstad schoner te krijgen. En het leuke is, hè, is dat we hebben hier in de buurt waar we nou in het koetshuis zitten, hebben we iemand lopen die eigenlijk elke dag zie ik hem lopen. Die dan zelf uit eigen initiatief zorgt dat het hier om zeg maar, omgeving van het gemeentehuis gewoon hartstikke schoon is. En wat zou mooier zijn als we dat met elkaar zouden doen en met een kopje koffie en wat gezelligheid kan je elkaar ook wat beter in de buurt kennen. Ja, en dan ziet de stad er echt vrij snel een heel stuk mooier uit. Merk je zelf, hè, door al die ja-thema's, die verschillende thema's, dat ook daadwerkelijk de burger dichter bij de politiek komt? Ja, dat vind ik wel, omdat je het inderdaad samen doet. En er zijn ook gewoon een aantal jaarthema's. We willen dat vliegwiel heel graag hebben. Dus dat we iets beginnen en dat het ook doorgaat. Nou, het jaarthema ouder is net al genoemd. Als grote voorbeeld vind ik altijd maar de zomerschool. Daar zijn we heel voorzichtig in 2012, aan mijn hoofd te zeggen, zijn we daarmee begonnen. Het is trouwens eigenlijk verkeerd, 2014, maakt niet zo heel veel uit. Maar, geloof ik dat er gewoon zo'n 500 mensen daaraan meedoen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat in een periode is waarin vaak wat oudere mensen wat eenzamer zijn omdat hun familie op vakantie is. Je steekt er wat van op. Hè. Je kan bijvoorbeeld een iPad bijvoorbeeld leren. Nou, daar kun je ook weer beter mee communiceren. Dan kun je ook, dat is ook handig dat je dat weet. Ja, dat is een fantastische initiatief. Dus je ontmoet natuurlijk in zo'n cursus weer ontzettend veel leuke leeftijdsgenoten. Waardoor je weer je eigen netwerk weer wat uitbreidt. Wat leer je er nou zelf van? Wat ik er zelf heel erg van leer is toch wel heel goed te willen en te kunnen luisteren naar wat er speelt in de stad. Je hoort ook heel veel dingen als je met dit thema bezig bent. En dan merk je ook echt dat die vuiligheid in Tiel, dat heel veel mensen daar echt kapot aan eigen. Ja. Dat echt een groot probleem is. Dat we dat ook samen moeten doen. Dus dat het niet iets is wat de politiek alleen op kan lossen. En dat is toch ook mooi dat het initiatief bij de politiek ligt. Ja, ik vind dat mooi. En ik zou er ook voor willen pleiten om dat vooral voorlopig jaren vol te houden dit. Nou, laten we het eerst maar eens dit jaar gaan aanpakken. We gaan zeker ons best doen. In het koetshuis nu aangeschoven Ans Dukesnooy. Ans, jij bent voorzitter van het jaarthema. Het ziet er mooi uit. Ja, dankjewel. Dat vinden wij ook. We zijn heel enthousiast begonnen. Met een mooie, brede groep mensen. Alle partijen zijn eigenlijk vertegenwoordigd. En dus van elke partij zit er iemand in de werkgroep. Een werkgroep die we overigens dit keer in drieën gedeeld hebben. Zo in drie subwerkgroepen. Waar we eigenlijk ook drie voorzitters van hebben. Tom van Oosterom, Frank Groen en ik ben dan nummer drie. En dan overal voorzitter mag ik dan ook nog eens zijn. Ja. Het is een mooi voorbeeld hè, dat de politiek eensgezind naar buiten komt en niet voor eigen parochie praat. Nee, maar ik denk dat dat ook
een van de mooie dingen is van het jaarthema. Dat hebben we, meen ik, sinds 2012 inmiddels in onze gemeente. En elk jaar is het zo, en dat blijkt dus ook het werk, want ik ben al een paar keer heb ik in die werkgroep gezeten. Blijkt het zo dat er dan echt geen politiek bedreven wordt. Het gaat echt om mensen die weliswaar in de politiek zitten, maar dan toch gewoon eensgezind proberen om het jaarthema wat je dan voor dat jaar gekozen hebt, om dat eensgezind naar buiten te dragen en er ook met z'n allen iets voor te doen, zodat we toch Tiel weer een beetje mooier, veiliger en schoner kunnen maken. Kijk, dat jaarthema dat is natuurlijk heel breed. Dat leent zich om allerlei zaken te organiseren. Ja. Waar ga jij je mee bemoeien? Nou, ik ben van het stukje wonen en groen. En wij hebben nu een aantal projecten die in de kinderschoenen staan. Want omdat het wat heeft een langere voorbereidingstijd nodig. Een daarvan is dat wij kleine tuintjes zouden willen organiseren. Of maken, moet ik eigenlijk zeggen, in Tiel. Dus zodat we op plaatsen waar eigenlijk best wat groen en zelfs wat kleur zou kunnen zijn, dat we proberen samen met bewoners wat kleine stadstuintjes aan te leggen. We denken daar nu over om dat in bakken te doen. En dat wordt nu bekeken hoe dat beste kan. En hoe... Zoiets als wat in de Hertogenwijk Ja, misschien kun je het daarmee vergelijken. Maar we moeten nog even kijken hoe we dat verder gaan doen. Maar, en waar dat zou kunnen natuurlijk. Hè. De bedoeling is dan om via informatieavonden met de bewoners, want je doet het samen met onze inwoners. Hè, dus... Gaan jullie dat echt op wijkniveau doen? Dat hoeft niet per se op wijkniveau. Dat kun je gewoon overal doen waar Tiel zich daarvoor leent. Mm-hmm. Maar dat zou op wijkniveau kunnen. Dat is een van onze initiatieven. Een tweede initiatief is om de Tielenaren te bewegen om fruitbomen te planten. En om dan via een soort adoptiesysteem. Dus, en dan willen we als Tiel het volgende doen. Jij plant een boom en de gemeente Tiel geef je een tweede boom erbij. En dan heb je dus twee fruitbomen. We hopen dat dat is een aardig idee. Ja, hè? Ja, zelf had ik ook al zoiets van Fruitstad aan de Waal. Ja. Dat is dan nu een nieuw thema. Ja. Of een nieuwe slagzin van de gemeente Tiel. Maar er is natuurlijk nergens fruit te vinden in de stad. Nee, en we moeten dan kijken waar plaatsen zijn dat kan. Hè? Dat zou kunnen op kleine lozen. Stukjes, kleine plantsoentjes waar je kan zeggen van nou, hier kunnen misschien wel 3 of 4 mooie oude kersen of appels of peren. Hè. Ik hoop ook een beetje dat we wat met oude rassen, die oude hoogstammen bijvoorbeeld zouden kunnen doen. En dan merk je ook hoe enthousiast dat mensen zijn, want dan onmiddellijk horen we ook weer van iemand die zegt, oh, maar ik ben van de hoogstamvereniging en nou, ik bied mijn diensten aan. Dus dat leeft wel allemaal in Tiel, dat merk je ook gewoon. En het zou mooi zijn als dat zou lukken. En we moeten natuurlijk wel even kijken hoe dat kan, of dat überhaupt mag. Maar ik kan me ook voorstellen, als jij een mooie grote voortuin hebt en zegt, goh, ik zou hier eigenlijk ook wel een appel in willen zetten. Nou, dan doe jij dat en dan zorgen wij dat er een tweede komt. Nou, dat is een supermooi initiatief. Leuk, hè? Ja, vind ik ook een heel mooi initiatief. Ja. Nog meer zaken. Ja, wat we ook nog gaan doen is een woonmarkt of een woningmarkt organiseren. Maar dat willen we heel breed trekken. Dus van woningbouwverenigingen, maar ook misschien projectontwikkelaars. Organisaties die met wonen te maken hebben. Dus om onze inwoners te laten meekijken en te laten... dat is een verkeerd woord eigenlijk, maar om gewoon eens te kijken van wat en hoe woont de Tielenaar en hoe en wat zou de Tielenaar het eigenlijk willen. Dus op de een of andere manier dat je ook met mensen in gesprek komt en dat ze dan ook aangeven, goh, dit mis ik hier in Tiel. En om eens te kijken hoe we dat zo breed, dat wordt heel breed, hoe we dat nou kunnen doen. Willen we in de buitenlucht doen, nog, op een zaterdag. Nog beter, op een laagdrempelig niveau. Heel laagdrempelig, ja. Die burger laten meedenken over hoe woon ik. Ja. En waar is behoefte aan? En we moeten nog even, ook dat moet nog uitgerold worden. We zitten pas aan het begin van het jaar. En dan hebben we ook nog, elk jaar organiseert ROC RIVOR in Tiel een herfstlezing. En die hebben dan een bepaald onderwerp en daar worden dan heel veel mensen voor uitgenodigd. Ja. En dat zijn altijd hele inspirerende herfstlezingen. Ik ga er ook altijd heel graag naartoe en we hebben nu bedacht omdat dit jaar, en het ROC is daar, de directeur in ieder geval is daar heel enthousiast over, om dat samen te doen. Om nu dus het ROC RIVOR gaat dit samen met mensen van de werkgroep organiseren en het gaat dan ook over wonen. Nou. Maar we moeten nog even kijken hoe het zou een soort symposium kunnen worden. Of het zou een lezing van iemand kunnen worden. Maar dat willen we ook breed opzetten. Nou, ook jij bent hartstikke enthousiast als het over de jaarthema gaat. Ja. Ook jou gaan we daar natuurlijk veel succes bij wensen. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer. Graag tot dan.